Mijn droom is om later door mijn eigen zaken heen te lopen en te denken, dit heb ik opgebouwd. Op de Hans Hogeschool krijg ik de kans om nu al te beginnen met ondernemen. Door in de eerste jaren met medestudenten al een echt bedrijf op te starten, leer ik hoe het is om later je eigen onderneming te hebben. Management, Economie en Recht is de bedrijfskundige opleiding van de Hans Hogeschool. De richting die mij het meest aanspreekt binnen deze opleiding is de juridische kant. Na mijn opleiding MER ben ik jurist, maar de Hans Hogeschool Groningen geeft mij de kans om na mijn studie MER door te stromen naar de universiteit, zodat ik advocaat kan worden. Ik heb in het eerste jaar gekozen voor het Hansen Instituut voor Sportstudies. Eigenlijk is het een hele brede opleiding met heel veel sport. En ik interesseer me in het doen van de mens, het denken van de mens en het zijn van de mens. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de keuze sportgezondheid. En dat is wat ik doe en dat is waar ik van hou. Toen ik op de middelbare school zat, wist ik niet precies wat ik wilde worden. Ik wilde wel een baan in de zorg, maar welke wist ik niet precies. Toen ben ik meegelopen met de fysiotherapeut. En toen wist ik, ja, dat wil ik worden. Het is namelijk niet alleen masseren wat je doet, je gaat ook mensen weer leren lopen of je helpt ze van hun klachten af. Je gaat bijvoorbeeld werken in een ziekenhuis, revalidatiecentrum of een particuliere praktijk. Je kan dus alle kanten op.